Nou, het hergebruik van grondstoffen is als je naar ijzer en plastics en wat overal in verwerkt zit. Dat is dat we dat niet weggooien of verbranden, wat weer een CO2-uitstoot heeft. Wij gebruiken dat liever en geven dat een tweede leven. En dat is eigenlijk ook zo met de mensen die wij in dienst hebben. Die krijgen hier ook een soort tweede leven. Dat ik hier werken is toch vrij belangrijk. Dat je nu gewoon volwaardig mee mag draaien. En dat je gewoon ook als normaal persoon gezien en behandeld wordt. Wij beheren de inventaris van 80 panden die onder de concerndienstverlener DI bestaat. En dat beheren van het meubilair betekent ook dat wij verantwoordelijk zijn voor het vervangen van het meubilair. En het vervangen van het meubilair doen wij alleen als het nodig is. En we gaan eerst voor herplaatsen. En als er niets meer is om te herplaatsen, gaan we kijken wat we kunnen refurbissen. En als dat absoluut niet meer kan, dan is het gaan we nieuw kopen. In de afgelopen 3 jaar hebben we 30% van alles wat we hebben ingezet is nieuw gekocht. Dus 70% is hetzij herplaatst, hetzij gerefurbished. Wij doen dat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die talenten hebben waar wij gebruik van willen maken. We krijgen natuurlijk mensen uit de justitiële organisatie die vastgelopen zijn, ziek geweest zijn, op een of andere manier niet op hun eigen werkplek terecht kunnen. Die komen binnen en nemen hun eigen ervaring mee. Ik ben hier, het is nu 2,5 jaar geleden, eerst via een uitzendbureau als afstand tot de arbeidsmarkt binnengekomen. Ja, en voor mij een totaal nieuwe wereld. Dan wordt je een beetje geholpen, dan leer je dingen van mensen. En ondertussen groei je als persoon in het werk. En ook als persoon. En daardoor sta ik nu hier 2,5 jaar later met de vaste aanstelling. Als je mensen die binnenkomen nauwelijks iets durven te zeggen en vervolgens een eigen werkplek inrichten en volle overtuiging daarmee bezig zijn, ja, het is fantastisch om te zien. En ze worden hier opgenomen en ze krijgen een plek. En dan zie je dat ze groeien. Ik heb heel veel van geleerd, maar ik word ook steeds technischer. Voordat ik hier werkte, ik pakte eigenlijk geen werkzaamheden aan in mijn huis, zeg maar. En laatst in mijn nieuwe huis pakte ik gewoon de boormachine en maak een rails voor een gordijn. Dat heb ik zelf gedaan. Dus dan denk ik echt dat het door dat werk komt. Nou, als ik die gordijn dicht doe, inderdaad ook van, nou, deze heb ik toch opgehangen. Dus, Als onze klanten en de mensen die met de producten werken die wij geleverd hebben, als die weten wat voor gedachtegang erachter zit, dan beginnen ze zelf ook na te denken. Dan gaan ze kijken, hey, ik heb een tweedehands bureau, hey, daar zit een klein gebruikerspoor op. Maar het bureau is wel arbotechnisch goed. Het bureaustoel waar ik op zit is arbotechnisch goed. Heeft ook een gebruikerspoortje, maar ik weet als gebruiker waarom ik dat gekregen heb. En het zit goed en het werkt goed, maar ook die heeft een verhaal op het gemiddelde verjaardagsfeestje van ik zit op een stoel en zo gaan wij als Rijksoverheid gaan wij met onze producten om. Zo gaan wij met de toekomst om en zo gaan wij met de spullen om en de mensen om.